Albert Hammond, dat is natuurlijk ook al een oude getrouwe. Ik had er inderdaad vroeger een prachtige LP van. Ja, was een hele leuke muziek was dat. De leuke arrangementen zaten erin, hè? Dat ben je het mee eens. Ja, tuurlijk, dan draait hij natuurlijk ook. Ja, nog even verder met Ken Bijmer, hè, de aanmoedigingsprijs. Ja. Waarvan jij zegt, nou ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Ik brei het vrijwilligerswerk eigenlijk aan elkaar. En ik zou er best nog wel wat bij willen hebben. Maar goed, radiowerk moet je wel liggen natuurlijk. En als je muziek top 40, dat spreekt me totaal niet aan. Maakt me geen bal uit wie de 30 staat of 20 of zo. Oké. Er is nog wat anders waarvan jij zegt, dat wil ik ook toch wel heel graag even op de radio kwijt. Ga je gang. Ja, ik ben al eerder in de radio-uitzending geweest vanwege het bossport en spel. En dat is nu toch helaas aan het wegvallen. En ik ben al bezig om een alternatief op te zetten. Zodat de kinderen in die 5 weken van de zomervakantie toch nog iets te doen hebben. Mm-hmm. En het gaat mij vooral over 5 sport, spel, knutselweken voor kinderen en eventueel als het mogelijk is een talentenjacht aan te koppelen. Oldenzaalnet.nl heeft al aangegeven mij te willen helpen met organiseren. Maar ik zoek natuurlijk nog sponsors, vrijwilligers en iemand die de verantwoording op zich wil nemen. Mm-hmm. En sinds ik de vrijwilligersprijs heb gewonnen is het natuurlijk wel een hele stap dichterbij gekomen. Dat is, die timing kon eigenlijk niet beter. En ik hoop dit dus nou te kunnen realiseren. Ja, en wat stel je erbij voor? Het gaat om een vakantieperiode, hè, maar dat kennen we wel, dat de kinderen dan bij huis zijn. Niet iedereen gaat op vakantie. Nee, precies. En daar gaat het om, dat die kinderen dan bezig gehouden worden. Ja. En dat is elke dag, gaan ze dan ergens heen of kan het vanuit Oldenzaal, vanuit de huissituatie gebeuren? Ik weet nog niet precies hoeveel dagen per week ik daarin kan gaan vullen. Dat ligt natuurlijk ook aan de sponsoring en de aantal vrijwilligers. Hm. Maar de bedoeling was om toch wel een locatie te hebben waar kinderen uit Oldenzaal naartoe kunnen komen. En daar activiteiten aanbieden, samen met vrijwilligers. Mm-hmm. En doe je dat dan ook met impuls of doe je dat helemaal uit jezelf? Ik ben zelf mee begonnen en ik krijg via Aflijn een beetje begeleiding in dat op te zetten. Mm-hmm. En sinds ik de vrijwilligersprijs heb gewonnen, zijn er nog wat mensen die dachten van, dat zie ik eventueel wel zitten, ja, om daarmee te helpen. Zo belangrijk is dan plotseling een naam geworden en een prijs, hè, die ze eraan vastgekoppeld hebben. Echt. Ja, gaat het om bijvoorbeeld een huisvesting, dat je zegt het Blikpunt of Impuls, dat alle kinderen daar samenkomen en dat we van daaruit al die spelletjes coördineren of zie je het anders? Ik weet nog niet precies hoe en wat. Ik moet eerst even coördineren van mm-hmm. waar het mogelijk is en waar het mogelijk is. En dat wil ik nog met de gemeente bespreken en wat voor rol zij hierin kunnen spelen. En Avelijn waarschijnlijk ook natuurlijk, hè? Avelijn zou misschien ook kunnen helpen. Ja, allemaal ondersteunende mensen die dit project van start kunnen laten gaan. Ja. Nou, dat is een heel leuk begin natuurlijk van het hebben van een aanmoedigingsprijs als vrijwilliger, jeugdige vrijwilliger. En dan met dit project natuurlijk opstarten, dat is geweldig. Ja, dat project, daar was ik al een tijdje mee bezig, maar ja. Nu ik die vrijwilligersprijs heb, dan komt een hele stap dichterbij natuurlijk. Ja, super voor jou. Heel erg leuk. Nou, mensen die het gehoord hebben, sponsor, die kunnen zich melden bij jou, hè, want je hebt een website. Ja, dat is ok.chatr.nl. Hmm. En daar staat ook wel een pagina waar mensen contact kunnen opnemen. Ja, ik kijk even naar de overkant. Nee, vind ik wel echt iets voor jou. Vind je niet leuk om zoiets te doen? Vind je niet zo leuk? Nee, heb je geen verstand van. Nee, je hebt al zoveel in je hoofd. Ja, en je moet techniek doen. Ja, en je moet ook hier blijven. Je moet niet overlopen natuurlijk. Vinden we niet leuk? Nee, natuurlijk niet. En nee, ik wil je ook absoluut niet weg hebben. Het is veel te gezellig zo. Ik hoop dat het gaat lukken, Ken. Want dat zou geweldig zijn. Ja, dat zou helemaal super zijn. Ja, en ook wat vrijwilligers erbij die dus in die tijden... Want er gaan natuurlijk een aantal mensen op vakantie. Is voor de thuisblijvers, hè? Het is vooral voor de thuisblijvers. Maar als andere kinderen naartoe willen komen... Mijn bedoeling is er geen toegangsprijs voor te vragen. Dus mm-hmm. gewoon net als Bos een open inloop. En leven van sponsorgeld op die manier. Mm. Nou ja, goed, je hebt de prijs gekregen en je bent al eerder met dit project voor de radio geweest, nu weer een keer. Laten we het maar afsluiten in het nieuwe jaar, dat het allemaal goed gaat. En dan zie ik jou vast nog wel eens een keertje hier om te vertellen hoe de stand van zaken is. Zullen we dat afspreken? Ja, helemaal goed. Ja? Helemaal leuk. Dan kan je hier ook nog een beetje je bekendheid laten ronddwarrelen. Ja, is goed. Dan wens ik jou heel veel succes, Ken, en fijn dat je even bij ons kon komen. Dankjewel. Dank u wel.